De laatste tijd had positief een heel negatieve lading. En dat is jammer, want wij hebben juist positief nieuws. De horeca en de cultuurwereld mag weer gedeeltelijk open. En dat vinden de meeste mensen heel erg fijn, tenminste wij wel. Kijk, de markt, daar konden we gelukkig nog steeds terecht. En dat moet ook zeker zo blijven. Maar nu kunnen we ook weer de winkels in, een café bezoeken, een cultureel evenement beleven. En ik ga eens kijken hoe dat nu ontvangen wordt door iedereen. Gaan mensen ook werkelijk nu de kroeg in? Mevrouw, u komt hier net aangelopen op de markt. Maar hoe vindt u dat de winkels weer open mogen? De horeca, de cultuur? Ik ben enorm blij ermee. Ja, echt? Want we hebben erop zitten wachten natuurlijk. En gelukkig waren de winkels al even open. Maar ja, de horeca, dat hebben we heel erg gemist. En de bioscoop en de Schouwburg, alles. Ja. Dus nee, ik ben er blij mee. Ik snap dat even niet kon, maar heerlijk weer. Ja. En wat is nu het eerste wat u weer gaat doen? Nou, eigenlijk mijn zoon vroeg net, ga je mee lunchen, mam? En ik denk, nou nee, nog niet vandaag. Maar die zit nu in een lunchroom ergens hier in Kuik met een van zijn vrienden. Maar ik ga gewoon even winkelen nu. Ga lekker bij Tina en bij de Hema, daar moest ik heen. En gewoon wat leuke boodschappen doen. Heerlijk weer, ja. Okay. U steunt gewoon de plaatselijke horeca. En volgende week dan toch maar misschien een lunch met uw zoon? Ja, en met het hele gezin. Nog even Dry January afwachten. Dus vanaf dinsdag mogen wij weer los. Zeker. En dan denk ik dat we naar de bankier of de kassier gaan. Want dat vind ik altijd heerlijk om daar te eten. Ja, dus komt goed. Heerlijk. Volop genieten weer. Okay. Dank u wel. Graag gedaan. Ja hoor. Ja, deze meneer hier. U loopt lekker op de markt, hè? Maar, wat denkt u ervan? Bent u ook zo blij dat u weer een kopje koffie kunt drinken overal? Nee, daar ben ik helemaal niet blij. Want ik ken niet zomaar... Nee? Want ik heb geen QR-code. Oh, maar meneer toch. Hoe gaat u nu de koffie drinken dan? Ja, niet. Zo makkelijk is dat wel. En uw sociale contacten? Die onderhoudt u nu gewoon op straat? Ja, op straat. En vrienden genoeg. Dus daar ontbreekt het niet aan. Maar ik vind die maatregelen allemaal... Ik zeg niet dat er geen corona is. Natuurlijk is die er. En ik hoop dat ik het niet krijg. Dat hoop ik ook. Maar die belachelijke maatregelen, nee. Die zijn er nu niet besteed? Nee, echt niet. Nee. Belachelijk. Dus tot die tijd blijft u gewoon lekker hier op straat kletsen met mensen die voorbij komen? Precies. En het is zo lekker als je van buiten afkomt en je kunt ergens een heerlijk bakje koffie drinken en er gewoon bij zitten. En met een beetje geluk kan je ook nog lunchen. En hier kan dat, want ik ben in Lunchroom De Looierij. En bij mij aangeschoven zijn... Pim Niessen, werkzaam bij Lunchroom De Looierij, STC, Stichting Dienstverlening Kuik. En Dylan van den Heuvel, ook werkzaam bij Stichting Dienstverlening Kuik. Ja. Nou, twee mannen even aan mijn tafel hier, want ja, nu wel. Er zijn natuurlijk ook volop dames, maar die zijn ook hard aan het werk nu. Want het mag weer open. Zijn jullie dicht geweest? Wij zijn zeker dicht geweest. In totaal, er zijn natuurlijk wel verschillende lockdowns geweest, maar in totaal zijn we 12 maanden dicht geweest. Dat hebben jullie gemerkt, maar dat hebben wij ook zeker gemerkt. We hebben hier wel, de dagbesteding is al die tijd gewoon doorgegaan. Dus we hebben niet stilgezeten, we zijn ook bezig geweest met het terras, we hebben allemaal randzaken kunnen doen. Maar het leukste blijft natuurlijk gasten ontvangen, de koffie inschenken, opnemen, het praatje met de gasten, het sociale aspect. En ik denk niet alleen dat wij dat gemist hebben, maar ook de gasten heel erg. Ja, zeker hebben wij dat gemist. Want Dylan, hoe lang werk jij al hier? Moet ik heel even goed nadenken, want volgens mij is het nu al vier jaar. Ja. 4 jaar al. En ik ben al zeker heel erg tevreden dat ik hier al 4 jaar lang heb mogen werken. Ja. Heel veel mensen kennen jou natuurlijk al, van als ze hier koffie komen drinken. Maar wat doe je nu werkelijk hier zo? Werk je in de bediening, in de keuken? Ik ben in de keuken, de lunchroom en de wasserij. Ik heb ook op de boerderij gewerkt en in de biowinkel. Maar ja, daar ben ik ook gestopt en nu ben ik hier aangeschoven. Ja. Nou, je bent een druk baasje, hoor ik. Ja, zeker. Ja. Een echte allrounder. Ja, een allrounder, ja. Hoe belangrijk is het voor jou dat de lunchroom weer open is? Heel belangrijk. Want ik vind het vooral heel fijn dat ik weer gasten kan ontvangen.
Ja, ik mis ook een beetje de complimentjes van de mensen weer. Dus het is, ja, ik krijg altijd zo'n heel warm en fijn gevoel van om deze mensen weer te mogen ontvangen. Iedereen weer. Ja, heerlijk is dat, hè? En Pim, ja, wij komen hier redelijk spontaan binnen. Moet er gereserveerd worden op dit moment? Nou, reserveren is in principe niet nodig. Het is, ja, ik geef het wel altijd als advies, want dan weet je in ieder geval zeker dat er plek is. Ook vandaag, de telefoon was roodgloeiend. Het was echt gelijk volle bak. Eigenlijk gisteravond al na de persconferentie, toen duidelijk bleek te zijn dat we vandaag weer open mochten. Dus reserveren is niet nodig, maar geef wel het als advies van reserveer toch maar even. Dan weet je in ieder geval zeker dat je een plekje hebt. Ja. En waar kunnen mensen terecht? Je kunt telefonisch reserveren, dat is op 085-316-720. Dan krijg je te maken met onze telefoniste, maar die geeft altijd de reservering netjes door. Dus op dat nummer zijn wij bereikbaar. Je kunt ook altijd mailen, dat is naar lunchroom@dienstverleningkuik.nl. Dan krijg je ook, kun je ook reserveren. Ja, nou heerlijk. Ik heb de koffie, maar zometeen lus ik wel een broodje. Heb jij een lunchkaart voor mij? Zeker. Ja. Wij zitten goed, Piet. Daar gaan we. Dankjewel. Jullie bedankt en succes. Nou, ik ben even aangeschoven bij mensen die hier zo heerlijk zitten te lunchen. En hoe is dat, meneer, om weer lekker ergens te kunnen zitten? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, maar wat moet ik ervan zeggen? Dit is bijna op, dus... Het heeft goed gesmaakt. Ja hoor, ja, dat is lekker. En het kwam ook goed uit, want jullie zitten hier niet zomaar. Nee. Jullie hebben iets te vieren. Ja, ik ben weer een jaartje ouder geworden. Kijk, nou dat is u echt niet aan te zien hoor. Nou, dat, ik ben een oorlogskindje, dus het zijn heel wat jaartjes al. In het noorden van het land geboren, dus. En dan helemaal in Kuik komen lunchen, nou dat is toch wel bijzonder toch? Ja. Maar wij wonen wel in Kuik, hè? Al heel lang, meer dan 50 jaar dus. En om hier te zijn, dat is altijd heel gezellig en heerlijk. Kijk. En vandaag hebben we zoon en dochter meegenomen voor deze speciale dag. Ja. Nou, heel goed dat u precies vandaag dan jarig bent. Want dan valt er weer heerlijk iets te vieren, hè? Zoon en dochter? Ja. Zeker. Zeker. En morgen kunt u gewoon vieren dat u jarig was, plus één. Ja, ja. Ja, dat blijven we. Nou, we blijven aan de gang. En we zijn blij dat we weer iets kunnen vieren en dat we meer vrijheid hebben. Ja, maar en, we zorgen wel dat we aan de regels voldoen. Dus dat is wel belangrijk. Alleen nu zitten we wat dichter bij elkaar, maar dat mag wel, hè? Ik mag toch wel naast mijn man zitten. Nou, zou ik zeker doen. Ja hoor. Ja. Dank jullie wel en eet smakelijk. Ja, ja, winkelen op de markt, dat kon natuurlijk nog steeds. Maar we mogen ook weer naar binnen. En dat is ook zo fijn. Net is dit leuke winkeltje, wat ook bij de looierij hoort. Nou, Ruud is al druk bezig om de gasten hier volop te bedienen. En mooie cadeautjes ervan te maken. Ik ga ook een kijkje nemen. Oh, heerlijk hè, een filmpje pakken. Zo lekker. Ik loop zomaar even binnen en kom jou tegen. Jij bent? Ik ben Maud. Hey Maud, en vertel me, waar ben ik binnengelopen? Je bent bij de bioscoop in Kuik binnengelopen, Industrie. Ja, welkom. We zijn vanaf vandaag weer open. En... Oh, dat is fijn hè? Ja, is fantastisch. Ja, 5 weken dicht geweest en we kunnen weer lekker draaien. Alles is er helemaal klaar voor. En het ruikt er ook helemaal naar, hè? Het ruikt ernaar, ja. Verse popcorn, ja, nieuwe films. Ja, het wordt een feestje weer. Heerlijk. Ja. Wat kunnen mensen deze week verwachten voor film? Spider-Man natuurlijk, lang op gewacht. Ja, ja, ja. En voor de kinderen Sing, ook ontzettend leuk. Ja. Captain Nova, Kingsman, alles op tafel draait nog. Van alles. Ja. Super. Als mensen dit even op willen zoeken, waar kunnen ze dan terecht? Op de website van de bioscoop is kuikindustriebioscoop.nl. Ja. Geopend. Fijn hè? Ja, ontzettend fijn. Ja, we zijn er heel blij mee. Dankjewel. Alsjeblieft.
Heerlijk, hè? Even weer een bioscoopje pakken. En luister. Ook dit is cultuur. De kerkklokken van de Martinustoren. Heerlijk. En wat ook weer kan, Schouwburg Kuik. Die hebben natuurlijk weer van alles. Volop voorstellingen, theaterproducties, optredens, feestjes. Van alles te doen. Kijk op de website voor meer informatie van wat er allemaal is en de openingstijden. Ik ga vast kijken. En een restaurant waar je echt een prachtig uitzicht hebt over, nou ja, de Kuikse plassen. Want ook daar is Kuik beroemd om. Ja. Het Boothuis. En ik zit hier even bij Cas. Ja, klopt inderdaad, bij Cas van het Boothuis. Ja. Nou Cas, je hebt een prachtige functie hier, of niet? Ja, zeker. Ik werk hier in de bediening bij de bistro dan. Dus we hebben ook nog de cafetaria hier inderdaad achter zitten. En dan hebben we hier inderdaad de bistro. En daar werk ik bij, ja. Ja. Het Boothuis, ja. Natuurlijk ook gesloten geweest, helaas. Ja, de hele tijd inderdaad. Jullie deden nog wel aan bezorgmomenten? Ja, we hebben voor de bistro de proeverijmenu's inderdaad erin gehouden. Die hebben alleen in het weekend gedraaid en de cafetaria is inderdaad nog 6 dagen in de week open geweest. Ja. Klopt inderdaad. Maar nu, fijn, jullie mogen weer lunch, diner, alles? Lunch, diner, borrel, overal, iedereen is overal welkom voor inderdaad. Ja, gelukkig wel. Tot hoe laat mag je nu open zijn? Tot 10 uur zijn we geopend. Dus van 11:30 tot 10. Dat is echt een drukke dag dus voor jullie allemaal dan. Ja, het zijn zeker lange dagen. Het hadden we eigenlijk eerst verwacht tot 8 uur. En dan is gelukkig nog verlengd naar 10 uur. Ja. En er zijn natuurlijk heerlijke gerechten die er nu op het menu staan, of niet? Ja, zeker. Onze lunchkaart en dinerkaart hebben we net voor de lockdown inderdaad nog helemaal aangepast. Dus die is eigenlijk nog volledig nieuw voor iedereen. Dus ik zou zeggen, kom snel een keer proeven. Ja. Nou, reserveren nodig? Ja, reserveren is wel makkelijk. Dat kan telefonisch of online. Bij? www.hetboothuis.nl. Oké, okay, gaan we doen. Yes, dankjewel, super. Cas. En wij gaan nog even van het uitzicht genieten. En wat is er nou fijner om in een echt Kuiks café de dag weer af te sluiten? Nou, een van de plekken waar je dat kunt, onder andere natuurlijk, want we hebben er veel meer. Maar Café Tapperij Kansas. En ja, wie staat er achter de bar? Ja, Marleen, goedemiddag. Ja. Welkom weer. Ja, dankjewel. Het is een poos geleden dat we hier zijn geweest, maar nu, hoe blij ben je? Ja, we zijn blij dat we open mogen. Eindelijk kunnen we weer iets. Het is nog niet alles, maar we kunnen weer iets. Dus daar zijn we al heel blij mee. Ja. Want het was natuurlijk een zware dobbel voor jullie allemaal. Maar merk je nu al hoe blij je gasten zijn? Ja, we hebben al veel telefoon gisteren roodgloeiend gestaan met mensen die allemaal willen reserveren voor vandaag of het weekend. Dus dat, de mensen hebben er echt wel weer zin in om te komen. Dat is wel fijn om te horen. Ja. En jullie, na jullie verplichte vakantie? Ja, ik heb er ook echt wel weer zin in. Ik was wel een beetje klaar met poetsen en opruimen en niks doen. Ik heb er echt zin in weer. Ja, fijn. Ja. De vaten zijn aangeslagen. Ja. De kurken zijn van de fles. Je bent er helemaal klaar voor? Jazeker. Alles staat koud, aangevuld. Dus kom maar binnen, zou ik zeggen. Waar kunnen mensen terecht als ze willen reserveren nog? Dan gaan telefonisch, via de website, via de social media's. Of kom gewoon binnen aan de deur, vragen of er een plekje is. En als we een plek hebben, ben je altijd welkom. Kijk, en zo is het. De Kuikse horeca is weer open. En we hopen dat we er met z'n allen lekker lang weer van kunnen genieten, hè Marleen? Ja, nou, kom op, doe mij maar een biertje. Ja, komt eraan.